Zo, hallo. Tieneke, ja, we hebben elkaar natuurlijk een tijdje geleden nog gezien in de stad Schouwburg in Groningen. En daar wil ik je nog even voor bedanken, die hele mooie kaartjes. Maar ik wou je even vertellen dat ik denk dat het toch nog goed gaat komen met me. Ja, dat ik succes ook ga boeken, zeg maar. En dat is ook mede omdat jij me natuurlijk altijd geïnspireerd hebt, Tieneke. Ja, en het komt natuurlijk ook doordat ik moodboards ben gaan maken. Kijk, en daar sta ik zelf ook ergens helemaal onderin. Ik weet niet of ik het goed in beeld krijg. Maar nee, daar niet. Daar waar. Nou, ik krijg het dus niet in beeld. Ben ik dat? Ben ik dat? Nee, dat ben ik niet. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar Tineke, ik wil je gewoon even zeggen. Ik heb een vlog. Ja, ik heb een vlog. En kijk me nou zo leuk. Als jij mij nou eens even lekker professioneel commentaar gaat geven. Als je dat tenminste hebt. Als je het niet hebt, moet je het gewoon niet doen. Als je denkt van nou, dit is leuk, ga je hiermee door. En ik wens je veel succes. Dat mag natuurlijk ook. Maar als je me nog een beetje bij wil spijkeren, dat mag natuurlijk ook. Hè? Want ik luister graag naar je. En oh ja, je hebt ook alweer een nieuw theaterprogramma klaar. Ik vraag me wel af hoe je het voor elkaar brengt. Maar ik moet nou eerst geloof ik maar leren plannen. Lijkt me ook wel heel verstandig. Ik wil je in ieder geval bedanken. En ik heb hoop gehouden. Ja, ik moet af en toe even wel mijn tweelingzuster Regina Belsma, die moet ik natuurlijk ondersteunen. Hè? Ja, ik denk dat ze alles alleen kan. Maar ja, dat is natuurlijk flauwkul. Hè? Want je hebt natuurlijk, even kijken, wat heb ik er ook weer op staan? Op mijn. Het bundelen van krachten. Die heb ik erop staan. Het bundelen van krachten. Daar staat hij. Dus, nou, daar ben ik mee bezig geweest en ik geloof dat het lukt. Hey Tieneke, mijn vlog is Brechtje. Vlegje met CH zonder T. Ook de vlegjes. Dan weet je het even. En op YouTube. 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 Misschien is het ook wel leuk voor Beb Lachenbek. Misschien kan ik er een keer ontmoeten. Nou ja, goed. Nou ben ik wel heel enthousiast, hè. Hey Tineke, ik wens je heel veel succes met je nieuwe voorstelling. Ja, ik hoop dat gauw. Wellicht vind ik het leuk om wat filmpjes te bekijken. Zijn gemaakt bij een theatermuziekfestival. 4 dagen hier vlakbij mij in het park. Ja, het enige nadeel is, ik moest even mijn excuus aanbieden van de burgemeester. Want ik had een vlogbom op de achter gegooid. Maar ik dacht, ja, nou kunnen ze niet meer om me heen. Nou, zo moet je het hebben. Hey team, bedankt. Ik hou van je. Doei!